Gadverdamme. Zie dat dan. Oké, jongens, op dit moment is Miranda de wasbed aan het ophangen. Hier zit het knopje. Oh. Ja, je had toch gezegd tegen mij van dat die ene ding in de aanbieding was, die drinken. Ja. En toen had ik het gekeken in de winkel. Toen hadden ze inderdaad in de aanbieding, bij het begin van de winkel. En op een gegeven moment had ik hem gehaald en stond er opeens bier op. Ik denk, gadver. Ik proefde. Nou, het was niet lekker. Er waren zeg maar van die tequila, drie van die tequila biertjes die waren in de aanbieding. Nou, Miranda heeft het dus gehaald en het kan best inderdaad een beetje dat bier smaken, ja. Nou, er stond ook bier op. Leuk, als ik jullie kijk. Wat erg ongemakkelijk is, ik dacht dus gisteravond had ik dus een behoorlijk leuke avond, kan ik het wel noemen, denk ik. Maar ik heb dus net nog beelden op mijn camera staan die ik dus nog niet gezien heb. En dat maakt het nogal gênant. Maar het was wel een lekker biertje, hè? Nee. Maar goed, we zitten dus even lekker bij het handboek. En vanmiddag gaan we ook met Tess en Jopje toe, dus dat wordt een chill dag hier zo. Oh, weet je wat het lekkerste is? Om gewoon met je blote voeten op warm zand te lopen. Dan krijg je echt een beetje dat strandidee. Gadverdamme. Zie dat dan. Dat is allemaal mos. Nee, dat is geen mos. Dat is volgens mij iets van... Ja, ik weet nog steeds niet. Ik heb er toen ook een paar keer een vlog over gemaakt over wat het zou kunnen zijn. Maar ik ben er nog steeds niet achter. Kijk, het drill of zo, ik heb geen idee. Jeetje, Mina, zie je dat? Het water is nog wel mooi helder. Mm-hmm. Nou, durf je met de voeten erin? Ja. Jij ook? Nou, het is niet zo erg met de voeten. Oh, zo, het is nog warm ook. Ja. Het is niet koud, nee. Ja, dat is mijn badje. Mijn badje is ook lekker warm. Heb je ook... Mijn badje is lek. Heb je ook een badje? Ja, ik heb ook een badje thuis. En dan duikje nemen? Kom dan. Ja, ik ga niet helemaal in. Nog een beetje vroeg voor. Ja, nee, ik begon even lekker meer een beetje chillen. Beetje voetpootje buiten in de ochtend. Vanmiddag ga ik hier waarschijnlijk weer naartoe, naar dit gebiedje. Maar dan wil ik gaan zwemmen, maar alleen nu is het nog een beetje vroeg voor. Dus als jullie denken, mitte hier het kindje moe? Ja, het was een bijzondere avond, dus dan ben je nog wel op roeien. Oi, 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 oi. Hey, is dat een schelp? Kun je dat zien? Of is het een bierdopje? Daar zo. Nou, ik ga het ook niet oppakken, want het is waarschijnlijk vies. Alles wat in dit water ligt is gewoon echt vies. Ik ben hier ooit een keer op mijn actioncam kwijtgeraakt. Dat was een hele domme actie. Dat was namelijk zo dat ik gooi gewoon leuk voor de grap even mijn actioncam in het water en dan vis ik hem alweer op. Nou, dat eerste was gelukt, dat tweede dus niet meer. Ik viste hem uiteindelijk dus niet meer op, want hij ging direct naar de bodem en toen was hij op een gegeven moment weg door de stroming waarschijnlijk. Dus ik had gewoon mijn actioncam kwijt. Het verhaal heb ik heel vaker verteld, maar het blijft een hele domme actie. En grappige actie aan de andere kant. Weet je, daardoor raak je je actioncam kwijt, doordat je zelf een dom iemand bent die het handboek plas ingooit. Maar ja, weet je, ik kan het ook niet vaak genoeg zeggen. Ik blijf het toch jammer vinden dat vlot nog steeds weg is. Maar vanmiddag wil ik best wel eventjes lekker chillen met bootje of zo. Ondertussen weer even lekker binnen, want het is ja, je zou denken, graag dat ik naar buiten doe. Maar het is echt zo benauwd buiten. Het is echt gewoon benauwd. Het is nog erger dan toen het laatste keer van 39 graden was. Het is gewoon echt gewoon super benauwd. Het is misschien maar 25 graden of zo vandaag, of 30 graden, maar... Ik ga straks lekker buiten zitten, hoor. Het is echt... benauwd. Daarom is het even een goede dorstles. Laat het ijs vallen. Lekker een koud colaatje. Goed drinken. En een ijs om aan te likken. Wat zit jij nou weer stom te lachen? Dat is nou echt gewoon kinderhumor dit. Lacht om het woord likken en ijsje. Dubbel likken zegt hij dan. Likken. Maar, ja, likken. 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 Nou goed, wij gaan eventjes, je snapt het, even vocht binnenhalen. Top! De plak lul. Het gaat gebeuren. Ja, lekker. Oké, jongens, op dit moment is Miranda de wasbuit aan het ophangen en hier zit het knopje. Oh, of toch niet? Ja, dat is nou een beetje jammer. Ik dacht dat ze het knopje hier normaal gesproken heeft het knopje altijd hier hangen, maar nu dus niet. Wat ik dus wilde doen is eigenlijk dat zonnescherm helemaal naar beneden doen. Dan kan ze niet meer naar binnen komen. Maar ja, ze heeft het knopje dus meegenomen, dat is een beetje jammer. Zo, ik zit ondertussen lekker de vlog te editen en de man achter de shots van de vorige vlog. Oh, 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 oh. Degene die ervoor heeft gezorgd dat wat jullie afgelopen vlog hebben gezien, ja, dat jullie dat gezien hebben. Want ik had zelf geen erg mening gehad om die avond te filmen. En dat was een rustig, dat was een behoorlijk leuk avond, kan ik je zeggen. En ik had geen erg mening gehad om te filmen, want je was zo bezig met gezelligheid en een paar biertjes drinken. Maar ik was niet de enige, want toen kreeg ik een foto van Job. En die had ook aardig wat... Ja, ik was ook een beetje... gekanteld. Ja. Nou ja, weet je, het was gewoon een lekkere gekke avond. Iedereen had gewoon lekker behoorlijk wat op en het was gewoon gezellig en daar gaat het om. Gewoon lekker een vriendenclubje zo. Dat gaan we vaker doen. Ik word nu ook weer een feestje met precies dezelfde vriendenclub.
Ja, dan gaan we naar Haaksbergen. Wat we dan precies gaan doen, dat zie je dan in de digitaliteit in de vlog wel. Maar dat wordt één al gekheid. Dus het leven is één groot feest, maar je moet zelf zien. Ja, het is warm, hè? Nou, voor de tweede keer deze dag. Oh, maar goed, het water is nu warm. En het zand ook, auw. Het is goed voor onze bruikte kop. Ja, ik lach als het misging, prutser. Ga je er in één keer in of niet? Nee, nee. Beter dan 37 graden, hè? Ja. Gaan we mijn zonnebril eigenlijk nog op? Moment, dit even weer doorschakelen. Even mijn zonnebril afdoen. Nou, dat is beter. Oh, langzaam brand. Het water in. Oh, dit zijn toch altijd van die momenten dat je dan net het water in gaat en het dan zo koud is. Ah, we zijn al verder. We zijn al verder. Ja, daar gaat hij. De zeehond. Daar gaat... Het komt in mijn anus. Ik loop gewoon het water in. Kijk dan. Oh. Zo. Ik ga denk ik nou de vlaag even niet helemaal een kopje onder, mensen. Gewoon even om even af te koelen. Gewoon even niet echt per se om nou maar gek te doen in een pondje te nemen, want we zijn er al nu al klaar mee. Het is op zich niet koud water, maar of het is niet extreem koud, maar het is ook niet dat ik denk van goh, ik ga de hele tijd in blijven zitten. Weet je wat, het is wel allemaal een beetje last van een katertje op dit moment. Niet qua hoofdpijn en zo, maar gewoon even weer een beetje moer en niet echt zin om iets te doen. Maar toch probeer ik jullie weer mee te nemen. Zo dames en heren, ik ben inmiddels weer thuis aangekomen. Tessie is nog eventjes een ijs gaan halen, maar ik had gewoon echt geen zin meer om ijs te halen. Ik weet niet. Vandaag is het een beetje een rustdagje. Dus hopelijk heb ik in ieder geval weer een beetje genoten van deze vlog. Ik ga even lekker pannenkoeken eten, daar heb ik echt ontzettend veel zin in. En daarna ga ik eventjes de vlogs editen, want ik heb op dit moment twee vlogs die ik moet gaan editen. Dus die ga ik zo even lekker aan edit. Nou ja, en nogmaals dames en heren, ja, dat is vandaag gewoon eventjes een blij dagje. Iedereen was nog een beetje moe van het feestje van waar we geweest waren. En voor de rest, het was wel super leuk hoor. Alleen, van die feestjes die hakken er gewoon enorm in. En dan heb je gewoon echt even een dag nodig om een beetje tot rust te komen weer. Dus dat gaat nog wat worden met de septemberfeesten in Borculo. Want die beloven ook gewoon weer knettergek te worden. Maar dat ga je allemaal in de komende tijd allemaal zien. Er komt sowieso nog twee feestjes geloof ik voordat de septemberfeesten helemaal losbarsten. Dus hopelijk hebben we er allemaal weer een beetje zin in. Er komen er superleuke vlogs aan. Inderdaad, dus met de eerste keer nog twee feestjes in een buitenevenement. Dus eigenlijk allemaal een buitenevenement. Maar dan eentje volgens mij zonder feesttent en de ander met feesttent. Dus dat is namelijk in Nederlandse Sintfeest. Ja, daar kom ik ook. Dus nou ja, dat. Zorg dat je erbij bent. Het wordt super gezellig. Dat is sowieso de vlogs geworden weer. Dit is gewoon even een iets rustiger vlogje, maar het komt allemaal goed. Bedankt voor het kijken, zeg ik in ieder geval voor nu. Ik ga lekker naar bed, ik ga lekker slapen, moe. En dan zeg ik zoals altijd, en ook vandaag. Blijf positief, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier ben je niet het gedaan. Zoals altijd. Peace!